Hoewel de resultaten tegenvallen, beleeft Racing Genk hoogdagen. Ze mogen proeven van topvoetbal in de Champions League. Maar ook in de tribune zit iemand die zijn eerste stappen zet aan de top. Sander Di Monaco is de jongste commentator van het land voor regionale zender GRK in Genk, waar hij de wedstrijden van de Limburgse topploeg deskundig van commentaar voorziet. En dat is een belangrijke start voor deze ambitieuze jongeman, vertelt hij in het hotel waar hij zich regelmatig voorbereidt. Ja, nu dat ik die hobby heb, is uiteraard mooi, omdat je kunt al een beetje wat op je palmarès schrijven. Hè? Dus je krijgt al een bepaalde, bepaalde respect. Maar voor mij is het nog keihard doorwerken. Op dit moment kan Sander nog geen journalistiek studeren. Maar dat vindt hij niet zo erg. Ik ben echt blij dat ik beroeps doe. Want dat geeft mij zoveel vrijheid om buiten mijn school al voor mijn carrière te gaan wat ik wil doen later. Maar iedereen heeft werkpunt en ik ook. Hetgene begint al bij zelfvertrouwen. Voelt jij jezelf een journalist? Ja, op dit moment voel ik mij. Ik voel mij die persoon. Ik proef dat, die wereld. Dus ja, ik wil verder studeren voor journalist. Ja, dat zeker. De droom van Sander is duidelijk. En voorbeelden om zich aan te spiegelen heeft hij ook al. Ja, Filip Joos en Peter van de Bent zijn twee voorbeelden voor mij, omdat die mensen zelf ook jong begonnen zijn. En Filip Joos, dat is iemand die, daar hoef ik niet veel over te zeggen, want die man die laat, op manier van hoe hij zijn stem laat klinken, dat is een bepaalde warmte die je voelt van binnen. Voor mij zijn dat twee mensen, twee voorbeelden waar ik ooit hoop aan te tippen. Maar ik zou me nooit willen zeggen dat ik ooit beter als hun kan worden, want dat kan gewoon niet. Dat zijn twee fenomenen. Ik wil geen arrogantie uitstralen. En ik probeer voetjes op de grond. En als ik nu al ga zeggen van oh, ooit wil ik beter worden als Peter van de Bent, ooit wil ik beter worden als die, ik ga beter worden. Je moet ook proberen een rem te hebben in je zelfvertrouwen. Hè. Ik ben iemand die zeg van als het komt, komt het. Komt het niet even goed, maar dan blijf ik ervoor gaan. En natuurlijk heb ik ambitie. Mijn grootste ambitie is ooit een WK-finale of een Champions League-finale te mogen doen. Wie nu niet, dat spreek ik graag uit. Maar om echt te zeggen, ik word beter als een persoon, nee, dat durf ik niet te zeggen. Waarom? Ik hoop hetzelfde te kunnen doen. Of ik hoop, zoals Frank Raas, die dingen te kunnen doen. Hè. Maar om echt te zeggen, die persoon wil ik beter zijn, nee. Dat, wie weet gebeurt dat. Hè. Maar dat is niet dat ik dat zeg, van ik zal beter worden als die persoon. Dat is niet mooi, dat moet je niet zeggen. Want die mensen moet je zien als van, daar wil ik van leren. Sander is voorlopig vooral te horen op de radio. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Ik wil iemand zijn die vooral op tv komt. Ik wil het gezicht zijn van een programma of bijvoorbeeld met Extra Time wil ik aan de tafel zitten. Ik heb altijd gezegd, ooit wil ik daar bij die mannen zitten. Ja, ooit al. Als ik naar tv kijk, zit ik bijna met mijn gezicht in die tv. Of vlak, wat bedoel ik daarmee? Dat ik gewoon het gevoel heb van, kijk, ooit wil ik bij die mensen aan die tafel zitten om mee te kunnen praten. Ik voel mezelf van, ik wil ook iets kunnen zeggen daar. Natuurlijk, dat is allemaal makkelijk gezegd, maar daar wil ik naartoe werken om ooit een talkshow te zitten of ooit... Net zoals Filip Joos hetzelfde te mogen doen. Kunnen spreken over voetbal. En tot slot heeft Sander een goede raad voor andere jonge mensen met dromen. Je kan niet verwachten dat alles naar je toe komt. Je moet er zelf voor gaan. Zelfvertrouwen. Heel belangrijk. Gewoon in jezelf geloven. En dan komt het. Dan komen de mooiste dingen op je af. Geloof me maar.